naar de dierentuin. Bing. Toch? Hallo lieverd. Het is echt gewoon heel mooi. Moeras. Starbucks. Nee, Star Wars. Star Wars. Met echte Star Wars schoenen. Schilderijtje. De vegetarische versie. En het was hartstikke leuk. En wat ga jij doen vandaag? Logeren! Logeren bij opa en oma. En wie gaat er met je mee? Junior. Junior ook mee? En waar gaan wij morgen naartoe? Dierentuin! Naar de dierentuin? Morgen is het beter weer, hè? Maandag was het slecht weer, hè? Ja, jij mag niet. Waren we er? Begon te regenen. Zijn we maar weer omgedraaid. Zullen we eerst nog even wat drinken? Als die dan wakker is, dan weet je. Nee? Nee. Misschien moet je ook je andere schoenen even meenemen, die lopen wat beter. Ik moet ook goede schoenen meenemen. Zal mama even die blauwe schoenen voor jou pakken, je junior? Ja. Die zitten beter. En je iPad bij, dan kan je Bing kijken. Kan je bij opa oma Bing kijken? Ja. Ah. Bing. Junior kijkt altijd Bing. Een zwart konijn. Een zwart konijn. Nee, YouTube. Oké. Okay. Toch? Bing, hè? Bing is jouw vriend, hè? Doe me even niet, schat, dan komt mijn auto aan. Nou, ze zijn klaar om te gaan. Ze hebben er zoveel zin in. En mama, ik mag deze meenemen en spin. Die. En kijk eens, ik heb een superkaloon. Zometeen gaat hij kapot, hè, Dot? Loopt jij maar mee, daar kom ik wel. Maar het is gemaakt voor. Hij staat op het niet voorraam, maar hij staat gewoon op het thee. Het is gemaakt voor om erin te voelen. Ja, om het pasje toch? Ja. Mag jij mee? Krijg ik nog een kus? Ook in de bakfiets? Ja. Dat is lang geleden. Junior niet, die zit er wel vaker in. Hé, hey, heel veel plezier. Houdoe lieverd. I love you. Oh, je hebt je balletje bij, hè? Dat was je wel het liefst, hè? Het eerste was ze uitkozen. Ja, en Jan komt net aan, dus je kan mooi gelijk weer terug op zijn fiets om even de autostoel en zo naar voren te brengen. Mama en papa. Nee, opa en oma gaan met jou mee. Goed? Ja. Wil je mama missen? Mama en papa mee. Die gaat met jou mee. Je gaat logeren. Heb je genoeg luiers en zo? Ja. En je fles en melk? Ja. Allemaal. Is dit nou voor de eerste keer? Is het de eerste keer dat hij gaat logeren? Nee, hij zal eerder mee. Het is al wel lang geleden. Ja. Nou, vooruit. Daar gaan we. Doe maar zwaaien. Moest hij toen hallo mama en papa? Nee, het was nog heel klein. Dag liefie. Ja, open en oma gaan mee. Doei. Doei. En jullie ook. Veel plezier. Wacht op en opa gaat mee rennen. Veel plezier. Oh, doei! En Stan, wat ga jij vandaag doen? Geen idee. Pasjes kennen? Dan doe je vandaag nog iets nuttigs? Ja, verder zit je alleen op dat ding. Ik kan vragen of ik met iemand wil schudden. Ja, dat kan je ook doen. Dat is een goed idee. Ik ging pas alleen met Hille. En die is de teen gebroken, dus dat ga je niet. Maar misschien Floris-Jan of zo? Mag ik vragen? Ja. Dat vind ik nou zo'n top idee. Lekker zwemmen, je moet genieten van dit weer. Wij zijn onderweg naar Zwolle. Wij zouden natuurlijk eigenlijk kinderloos zijn deze dagen. Want we zouden de vier in Barcelona zijn, twee in Laren. En mijn ouders hadden gezegd, nou als ze dan die twee kleintjes thuis zijn, mogen die wel bij ons komen logeren. Dan hebben ze ook nog een beetje het idee dat ze een kamp of feest hebben of hoe je het noemen wil. Ze zouden ze allemaal weg zijn, alleen toen ging Barcelona niet door en toen besloten Eline en Nout om wel mee te gaan naar Laren, maar Merel en Stan wilden niet. Stan is natuurlijk ook al met een vriendje naar Zeeland geweest, 11 dagen, dus die had zoiets van ik blijf lekker thuis. En Merel wilde liever werken in plaats van naar Laren. Ze zei Barcelona was zo leuk en dan Laren kan dat nooit gaan overtreffen, dus dat ga ik niet doen.
toen hadden we in één keer toch weer twee... Dat denk ik niet begrijpen. Maar... Ja, nou ja, toen hadden we in ieder geval toch weer twee kindjes. Maar ja, die zijn natuurlijk al een stukje ouder en kunnen zichzelf al heel veel doen. En Sissy is bij ze op de camping. En omdat wij natuurlijk kinderloos zouden zijn deze dagen, hebben wij een nachtje naar Zwolle geboekt bij Libraaien. Wilde Jan heel graag nog een keertje naartoe. Ja, dat hebben we al vaker gedaan. En we zullen het laten zien, de hotelkamer. En het eten, maar dat is zo gaaf als je daarvan houdt. En zeker die hotelkamer, die is echt zo mooi. Ja, ik krijg ook een rondleiding. De vorige keer kwamen we daar aan. En hallo, Jan is van Nagelkerk, zei hij. We noemden ze ook alweer. Engelse naam. Het was geen ober, het was niet... Kom, zeg het eens. Weet ik veel. Ja, een butler. Ja, gewoon een butler naar ons toe. Ik zei, hallo, Jan is van Nagelkerk. Ik zei, hoe weet je dat wij daar zijn? Ja, ik heb jullie gegoogeld, zei hij. En het is echt al ja, gewoon heel lang geleden. En, hoe lang geleden zou het zijn? Vijf, zes jaar zoiets, zeker wel, hè? Ja. Dat is mij zo bijgebleven van een weekendje weg, want we hebben ook heel veel stedentripjes al gedaan. Ja, en dit is gewoon, ja, we laten het zien. Dus we laten de kamer zien, het eten, het ontbijt. Het is echt gewoon bijzonder om een keer te doen. Echt een aanrader. Nou, als je dan wilde heel graag nog een keertje doen, want we zeiden, nou, zullen we dan ook samen iets gaan doen? Of een nachtje weg of ergens heen gaan? Toen zei Jan, nou, dan wil ik heel graag naar Zwolle. Dus ja, daar zijn we nu naar onderweg. Ja, en er is er eentje op vakantie in Helsteren en die komt gewoon morgenochtend voor mij werk. Dus ook best kaart. Dankjewel, Sanne. Als je dat wil doen. Ze ging toch niet weg en zei, als je nog een dagje nodig hebt, dan laat je maar weten. Dus ik, nou, Sanne, die dag, als je dat voor mij wil doen. Ja. Dus die doet het voor mij. Ja, verder hadden we natuurlijk toch plannen om de laatste week van de vakantie naar Spanje te gaan. Als alles mee zou zitten en als het reizen veilig is. Maar het ziet er naar uit dat we het allemaal niet op tijd gaan redden met het papierwerk daar. Dat is echt een crime. Ze hebben het altijd al een beetje, dat lazy natuurlijk. Maar nou, dit is echt drama. Dus het ziet er naar uit dat we niet gaan. Maar we hebben wel een weekje vrij gepland met z'n allen. Dus dan gaan we gewoon dagjes weg of een keertje naar Zeeland. En dan gaan Jan en ik in september samen even. Twee nachtjes denk ik naar Spanje. Als het kan en als het lukt en als alles klaar is. En dan gaan we het zo dat helemaal ingericht en klaar is. Zodat we in oktober met z'n allen er wel naartoe kunnen. Ja. Als het dan kan, dan moet je er echt bij denken. Want dan heb je hoop. En je moet eerst eigenlijk zeggen, nou, als het kan. Want anders ga je er weer te veel op richten. En dat wil je niet doen. Zo graag! Ja! De kinderen willen ook zo graag gaan kijken. Als het kan. Als het kan, dan gaan we. Maar ik had ook nog geen tickets geboekt, hè, voor nu. Nee. Dus ik denk, ja... We zien het wel. Moet je voor de dingen vakantie ook niet doen. Nee. Dus wij gaan onderweg naar Zwolle. Morgen hebben we nog twee ijssalon. Nee, één ijssalon. Ja. Op planning staan. En jij wil bij een bakker gaan kijken. Dus ja, ja, kunnen we dat mooi, kunnen we mooi combineren. Wij zijn in Zwolle. We zijn net ontvangen in de lobby. En hebben daar een drankje op. En ja, dit is de hotelkamer. Het is vroeger een gevangenis geweest. Dus er was denk ik hier stiekem misschien gevangen, ik weet het ook niet. Ik had even moeten vragen. En ja, het is natuurlijk, kijk, hoe gaaf. Een badjasje ligt klaar, een mooie strik op het bed. Geachte gezelschap nagekeken, leuk dat u dat gast mogen verwelkomen. Wij ontvangen u graag om 6:30 beneden. We zien er naar uit u te ontmoeten. Johnny en Therese en Tien. Nou, we willen nog even naar een ijssalon eigenlijk. Ja, ik wil het morgenochtend doen. Ja, ik denk dat we het niet redden. Nou, we gaan ons mooie kleren aandoen. Ja, vanavond gaan we in bad. Kijk. Ja, vanavond? Zeker. Ja, morgenochtend. Ja, het ontbijt van 8:10 en we moeten om 12 uit de kamer. Dan gaan we niet redden, denk ik. Ik denk dat we vanavond gewoon in bad gaan. Ja, het zal tot de 8 gaan, hè? Het eten nog een beetje zakken. Hier kun je een bakje koffie pakken. Flesje water. Ja, het is echt gewoon heel mooi. Kijk, dit gaan wij ook krijgen in onze badkamer in Oudenbosch, die nog steeds niet klaar is, zo'n wandje. Nee, maar dit, zo zijn wij ook een beetje op het idee gekomen, weet je dat nog? Ja, om het bad in onze slaapkamer, dat hebben we hier een beetje misschien wel ontdekt, ja. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik vind het wel heel leuk met dat geel, dat is echt gewaagd. Ik weet alleen niet of er wel een toilet is. Kan dat nou? Ik zal hier wel achter een muurtje zitten. Hier. Oh, kijk, gewoon licht gaat gewoon aan als je de deur open doet. Het ruikt heel lekker. Ja, het is echt heel mooi. Gewaagd met dat geel. Huh?
Ja, nou ja. Even buiten laten zien. Kijk, dit is de binnenplaats. En dan zie je allemaal tralies van het oude... Dit was het binnenplein van de gevangenis. Dit was misschien wel gewoon een zolder, hoor. Dit waren geen cellen, dit, denk ik. Kimono kun je tijdens je verblijf aandoen. Als je mee wil nemen, je niet achterlaten. Je kunt ook nu even een bad gaan. Dat dacht ik ook. Oh. Even laat. Dan ga ik mijn auto eventjes in de parkeergarage zetten. Ja. Normaal wordt je auto ook gewoon nog in de parkeergarage gezet hier zo. Maar door corona mag dat niet en moet je zelf even doen. Ja. Dus dat ga ik even doen. En dan kan jij mooi alles een beetje uitzoeken hier zo. Chocolaatje. Chocolaatje. Krijg je gewoon nog cadeautjes? Hand sanitizer. Oh, alcoholspray. Lieve gast, we wensen u een veilig en fijn verblijf. Ah, dat is leuk. Daar heb je hier overal aan gedacht. Huh? Ja, ik denk er overal aan. Alles is perfect tot in de puntjes geregeld. Hier in het halletje is het warm. Misschien echt goed. Wij gaan naar het restaurant. Met de trap. Het is een heel oud gebouw. Ik hou er altijd wel van. Met de hout zo. Het lijkt een beetje oude bovenwoning. Ja. Het is groot. Dan krijgen we hier de lift. Maar wij pakken de trap. En het is wel leuk. Ze hebben allemaal namen van fruit. Kruiden. Het zijn kruiden. Nee, bergamot is een vrucht. Is toch een kruid? Nee. Jawel. Nee. Google het maar. Wij zitten hier. Moeras. Spirea. Nooit van gehoord. En de vorige keer toen we hier waren? Daslook. Dat is daslook. Dat weet ik nog. Een aparte trap met vloggaren in je handen. En met hoge hakken. Dus wij gaan naar het restaurant. En hier komt het kleine kind in jou binnenpappen. Want die moet even zoeken. Moet ik altijd als ik zo doe? Ja, dat weet ik. Hey, kijk. Het zit helemaal mooi. Echte Starbucks. Nee, Star Wars. Star Wars. Met echte Star Wars schoenen. Dat is echt heel erg. We komen deze leren waar we in Star Wars. Ja. Je hebt zo veel stof en je wilde zo'n vorig jaar had je het leren zonder iets. Ik heb vorig jaar een leren gehad. Er waren de leren alleen maar in Star Wars. Het is wel een beetje vreselijk dat het er gewoon een nieuw ziet of zo. Jij zegt toch een kinderen zeggen dat stop, want ik heb een tegels in de. Het is ook niet stop. Sophie heeft ganzenlever, dat is de lever van een gans. Het is biologische, dus dat is wel redelijk veilig, zeg maar. Of veilig, diervriendelijk. Even zo mooi, schilderijtje. En ik heb tulpenwollen. Hier moet je lekker tulpenwollen met Noordzeekrab. En ook ganzenlever. We hebben al 6 amuses gehad. Ja, en dit is het tweede gerechtje. 6 amuses en dit is het tweede gerechtje. Ja, mijn eerste gerechtje was een oester. En het eerste gerechtje van Sophie was vegetarisch. En dat was een watermeloen. Ja, met pikkelili. Ja, maar die watermeloen was gedroogd, eenmaal. En dat was net een... Met een steekte taart. Het smaakt ook gewoon een steekte taart. Als ze hadden gezegd, steekte taart met water. Dan hadden we het kunnen. Ja. Dat was echt wel heel leuk. Wij gaan het lekker opeten. Volgende gerecht. Het zijn twee lievelingsbroodjes van de chef. Een broodje paling met sambal. En een broodje paddenstoelen. En onze palingen die komen uit Sneek, zeker meer in Friesland. Waar we eigenlijk alleen de grootste en de dikste palingen krijgen. En dat is omdat ze heel erg vet zijn, dus heel geschikt voor de barbecue. Wij willen zorgen dat alle kleine palingen weer terug naar buiten gaan om daar volledig door te kunnen gaan. Kijk, kijk, een hele mooie kleur. Ook een hele interessante smaak. Hé, hey, de bord is kapot. Ja, ik had net niet genoeg borden, dus... Oh ja, we doen de helft. Dat is gewoon een drie sterren restaurant, dan ja. Doen ze, ja.
Weet je, coronatijden. Iedereen heeft er last van. We hebben ook nog wat doekjes voor de handen voor na het broodje. En geniet ervan. Ja, dankjewel. Leuk, hè? Dit geeft nou een wow-effect, hè? Of niet? Ja. De vegetarische versie. Nop. Mop. Mop. Nou, ze hebben een cocktail gemaakt ook. Heel bijzonder verhaal ook, met heel dat ding wat hier staat. Een heel lang verhaal. Over koud geïnfuseerde. Dus die proef ik eerst. Ja. En nou het broodje Pali. Rios broodje maken we natuurlijk in de bak. Ah ja. Dat is echt heel lekker. Dan proef je een lekkere broodje, een palingsmaak. Dan die appel is krokantje. Lekkere saus. Ja. Hiervoor gaan wij naar dit soort dingen. Gewoon voor iets verrassends, iets nieuws. Daar zaten we. Dus dat was jij al aan het afvragen? Ja, toen wij in het restaurant zaten, ja, konden wij naar onze hotelkamer kijken. En ik had het goed. En het was hartstikke leuk. We hadden één ding nog moeten vloggen eigenlijk. En dat was het dessert, dat was een klok. Ja, dat was echt cool. Dat was het leukste van vanavond. En broodje paling. Die hebben we natuurlijk laten zien. Ja. Het was wel leuk, want die kok die dat voor ons deed maken, die werkte altijd bij FG, waar wij brood leveren en waar wij wel eens vaker met de vlogs komen. Ja. In Rotterdam. En die jongen die herkende ons ook gelijk. Dus dat was van, ja. En de maître, dat is eigenlijk hoofdbediening, die komt uit Bergen-op-Zoom. En zijn ouders wonen er nog en die zei, ja, kom een keer ijs bij jullie. Ja, maar die weet hier al 15 jaar, die hebben wij al eerder gezien hier. Ja. Die herkende elkaar. Dus dat was, zijn vrouw werkte in het hotel. Dus die hadden we ook al gesproken. Ja, zo toevallig. Ja. Het was een erg leuke avond. Ja, verder. Het is al laat. Ja, het is heel laat, maar gelukkig slapen. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Heel leuk. Dus we hebben een nachtje in de gevangenis geslapen. En gaan we goed? En je moet gewoon aan deze kant van de lijn blijven lopen. Heel leuk, ze alleen mannen aan de toonbank. Ja, meer luck gelukkig. Voor mij is echt maar heel weinig. Ja, denk het ook.